拜。Welkom in 2020, lieve mensen. Ik hoop dat jullie een goede jaarwisseling hebben gehad. Ik hoop dat alle teentjes en alle vinkjes er nog aan zitten. Bij mij is het allemaal goed gegaan, zoals je kan zien. Dat is op zich heel erg fijn. De reset is compleet. 2019 is niet meer. Dat betekent dat we basically leven in de toekomst nu. In ieder geval hartstikke leuk dat je kijkt. Ik wil bij deze in ieder geval jou de allerbeste wensen voor het aankomende jaar. Zonder jou als kijker heeft het maken van deze video's voor dit kanaal natuurlijk ook niet heel erg veel zin. Dus heel veel dank daarvoor. Blijf dit vooral ook doen. Voel je vrij om dit te blijven doen. Voel je vrij om eventueel te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik hoop dat je een heel goed 2020 gaat krijgen. Damn, wat voelt het goed om hier al mijn allereerste video op te nemen. Ik bedoel, zeg nou zelf. Het is fucking Ik mag het niet zeggen, oeps. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik heb heel veel hulp gehad voor het maken, bij het maken van deze ruimte. Dit is op zolder van mijn huis. Dus eerst zat ik beneden op de eerste verdieping in mijn eigen studio. Of in mijn eigen kantoor, moet ik zeggen. En toen heb ik besloten om eigenlijk gewoon hierin op zolder, dus mijn kantoor te maken. Voor de mensen die het niet helemaal hebben meegekregen. Dus ik heb hier nu mijn eigen, YouTube studiootje gemaakt. Hartstikke tof. Ik ga je zo'n kleine rondleiding geven. In ieder geval voor nu eerst een hele dikke shout-out naar mijn ouders. In ieder geval bedankt voor het helpen. Het maken van deze ruimte. En mijn liefdallige vriendin uiteraard voor al haar geduld. Jee. Nou, zeg maar zelf. Het is niet onaardig. En ik ga je een kleine rondleiding geven. Sorry. Als je mij een beetje kent, ik hou van Brie. Dit is een nieuwe studio. Zonder Brie, niet compleet. Ik heb namelijk een aantal hele toffe dingen in petto. Ik hoop natuurlijk aankomend jaar nog steeds elke week te kunnen blijven uploaden. Dat is tot nu toe al anderhalf jaar grofweg gelukt. Dus dat is eigenlijk super fijn. Soms is het wel wat lastig in het dagelijks leven om toch elke week te kunnen blijven uploaden. Omdat ik niet echt upload in batches. Ik maak niet op één dag 8 video's zoals de videomakers. Dus ik hoop dat ik eigenlijk in 2020 nog meer te blijven doen. Ik heb echter wel dingen gepland voor dit jaar. Ik ga namelijk onder andere nog meer tips en tricks geven over foto, videografie en het ondernemerschap. Eigenlijk waar je dit kanaal al een klein beetje bekend. Ik hoor nog steeds vuurwerk. Fijn. Dat ga je sowieso nog meer zien. Ik ga reviews maken, tech reviews, dus echt cameraapparatuur en dat soort zaken. Nog meer vuurwerk. Ik ga collaborations doen. Dus dat betekent dat ik ga samenwerken met andere YouTubers om zo eigenlijk nog betere content te kunnen maken. Nou, ik zou Robin niet zijn als ik niet nog even iets kleins of iets speciaals wilde doen. Dus ik heb in ieder geval hierbij een gouden envelop. En in deze gouden envelop ga ik een papiertje doen. En op dit papiertje schrijf ik eigenlijk alle wensen en dromen op die ik voor 2020 heb. Dus eigenlijk mijn voornemens. De meeste dingen die gaan niet vanzelf op het moment dat je groei wil zien. Ik wil in mijn geval heel graag dat ik blijf groeien. En ik wil mezelf eraan helpen herinneren dat ik wil blijven groeien. Want soms, je zal het ongetwijfeld herkennen, kom je een beetje in zo'n slur. En denk je, nee, ik voel het nog niet helemaal. Het komt niet binnen en dan ga je PlayStationen en dan ga je FIFA doen. Schuldig. Ik persoonlijk vind het heel fijn om een soort van geheugensteuntje te hebben. En dat ga ik doen aan de hand van deze gouden envelop. Ik ga hier heel groot 2020 opschrijven. Wat een makkelijke cijfers, 2020. 2020. En ik ga dus op dit witte vel papier, dus al mijn voornemens, al mijn dromen en mijn wensen die ik in 2020 wil gaan halen, ga ik opschrijven. Nou, ik heb ze opgeschreven. Dit zijn geen hele makkelijke dingen die ik heb opgeschreven. En dit zijn eigenlijk allemaal zaken waar ik gewoon hard voor moet gaan blijven vechten. Dingen waar ik me gewoon optimaal voor moet inspannen. Waar ik eigenlijk elke dag mee bezig moet zijn om dit te kunnen halen. Groei is voor ons allemaal belangrijk, ongeacht van wat je doet. Of je nou fotograaf bent, videograaf of je bent aan het werken in een hele andere richting. Dan is groei, persoonlijke groei, eigenlijk een van de belangrijkste dingen.
Dus het gaat erom dat we blijven leren. Maar het blijft niet alleen bij leren, want we moeten ook actie ondernemen om alles wat we geleerd hebben ook toe te passen. En ook praktijkervaring op te doen. En ook weer fouten te maken. En daardoor dus weer te groeien. En daardoor moeten we onszelf dus eigenlijk blijven pushen. En dat doe ik dus in de vorm van dit formulier. Die ga ik hierin doen. Nou, ik ga Godverdamme. Misschien ga ik ze niet allemaal halen, dat kan. Misschien haal ik maar de helft. Maar het gaat erom dat ik een geheugensteuntje aan mezelf geef. Dat ik wil blijven werken voor de dingen die ik gewoon graag wil. Eigenlijk zijn dit gewoon nu de dingen die ik gewoon graag wil hebben. Of wil hebben. Geld boeit me niet, maar dit boeit me wel. Dat is heel belangrijk. Nou, ik ga hem dus hier achter me neerzetten, zodat ik eraan herinnerd word. Maar ook zodat jij eraan herinnerd wordt. Dus op het moment dat jij dus een van mijn video's kijkt en die gouden envelop die staat er nog steeds. Dan ook is dat voor jou misschien een goede herinnering, goede geheugensteun om te denken. Oh ja, dat is de gouden envelop. Misschien moet ik wat meer gaan werken aan mijn dromen. Moet ik gewoon wat meer voor mezelf kiezen. Ik wil je motiveren. Ik wil je inspireren en ik wil je uitdagen om dit eventueel zelf te doen. Je mag mijn envelop gebruiken als een geheugensteun. Maar je mag natuurlijk ook een eigen envelop maken die je gewoon zelf neerzet. Je eigen geheugensteuntje bouwt voor 2020. Wees creatief. Maakt me op zich niet zo heel gek van uit. Dit is in ieder geval voor mij individueel. En als jij er ook nog wat aan hebt, dan is dat mooi meegenomen. Ik ga hem hier achter me neerzetten. Heb jij nou zoiets van, nou ja, ik vind dat met zo'n envelop een beetje dom, of een beetje raar, een beetje kinderachtig, of juist heel slim, of maakt op zich niet uit. Je kan ook altijd hieronder in de reacties even laten weten wat jouw wensen of jouw dromen zijn die jij wilt dat gaan uitkomen in 2020. Deel het gewoon, want misschien kunnen andere mensen jou daarbij helpen. Misschien kan ik jou daarbij helpen. Dus deel het, schaam je nergens voor, het kan echt geen kwaad. Laat het hieronder weten in de reacties, ik ben heel erg benieuwd. En misschien kunnen we er iets mee. Nou, voor nu rond ik af voor deze video. De allereerste video in deze studio. Heel erg blij mee. Ik ben echt heel erg trots. Dit is trouwens niet de studio zoals je hem het hele jaar door gaat zien. Hij gaat ongetwijfeld nog geüpdate worden, geüpgrade worden. Nou, het is in ieder geval een levend organisme en het zal blijven groeien. Dus ook aankomend jaar gaan we blijven groeien. Nou, hartelijk dank voor het kijken voor nu. Ik hoop je natuurlijk snel weer te zien. Een heel erg goed 2020 gewenst en tot volgende week.